Randy, gefeliciteerd. Ik heb heel veel emoties bij jou gezien vandaag. Welke heb jij allemaal meegemaakt? Door welke rollercoaster ben je gegaan? Nee, ja, ik wist gewoon hoe belangrijk het was om vandaag gewoon, ja, het liefst zoveel mogelijk doelpunten te maken. En dan ben ik ontiegelijk blij om ook nog eens bij de doelpunten betrokken te zijn, zeg maar. En ja, dan komt er wel wat vrij, zeg maar. Ook omdat je weet van ik heb sowieso een apart seizoen achter de rug. En ja, dat komt er dan wel een beetje vrij, zeg maar. En trots. Het was niet het enige wat vrij kwam, naar mijn idee. Je had die blijdschap op het gras. Je ging echt naar het gras toe toen je die assist gaf. In de tweede helft gebeurden er nog wat andere dingen. Snap je dan wat ik bedoel? Dat moment dat die jongen op de grond gaat rollen. Ja, en dat Fred Grim zich ermee gaat bemoeien? Nee, ja, ik ken Fred, of althans Fredje, de trainer van RKC. We zijn goed met elkaar, weet je. Dus we zijn altijd een beetje met elkaar aan het dollen. En, hij deed slim, maar reageerde omdat die jongen, zeg maar, die wilde een beetje reageren op mij. Ik denk, ga gewoon een beetje ouwe hoeren, zeg maar. Dus hopelijk reageerde die, maar Fred Grim sprong er goed bij, zeg maar. En dan zijn we een beetje aan het ouwe hoeren, daarna geven we elkaar een knipoog. En nu gaf we elkaar ook een tikkie, zeg maar. Dus dat is leuk, dat hoort erbij. En, alleen ja, in mijn hoofd komt het gewoon niet op om zo te gaan rollen, zeg maar, weet je. En ja, dat deed hij dan slim, ik raak hem nauwelijks, maar ja, ik krijg dan wel weer geel, weet je. Dus, Is dat iets waar je van baalt? Want je krijgt vaak geel, hè? Opvallend vaak geel. Dat is iets wat in jouw spel ook wel zit, die felheid. Maar is het iets waarvan je denkt, hij geeft hem alleen maar omdat ik Randy Wolters ben? Ik heb soms wel het idee dat ik hem wat sneller krijg dan iemand anders. Ja. En dat, vooral Bax heeft dat een keer tegen mij gezegd. Dat hij me een kaart geeft, en, zodat ik de rest van de wedstrijd mijn bek hou, zeg maar. Pas ermee op, want de volgende gele kaart levert je een schorsing op. En jullie hebben echt een mooie stap gezet naar nog meer wedstrijden. Nee, 100%. Dus ik ben ook benieuwd of dat wordt kwijtgescholden of zo, de kaart in half. Twee keer? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is gewoon twee keer geel is schorsing. Ja, nee, ja, precies. Maar ik dacht misschien dat het vanaf de halffinale weer... Nee, ja, precies. Nou ja, dan moet ik geen kaart meer pakken, duidelijk. Hoe groot is deze stap? Is het de grootste stap die je kon zetten? Nee, ja, we hebben nog niks. Dus ja... We hebben nog niks en bij RKC thuis is altijd wel sterk, dus we hebben nog niks. Ik reken me nog helemaal niet rijk, absoluut niet. Ik baal er zelfs meer van dat we vandaag niet wat meer doelpunten hebben gemaakt eigenlijk. Aan de andere kant ook geen tegengekregen en in Europese begrippen is geen tegendoelpunt in de thuiswedstrijd eigenlijk ook wel een dubbele overwinning. Nee, ja, precies. De bedoeling was dat we geen zoveel mogelijk doelpunten zelf zouden maken en geen tegendoelpunten. Nou, ja, dat is op zich geslaagd. Alleen hun kregen ook de nodige kans, zeg maar. En daar moeten we gewoon weer gaan kijken. We moeten gaan kijken in de beelden van hoe of wat. En dan gaan we weer zien wat het ons gaat brengen. Is goed. Jordi Bruijn, terwijl er nog door jouw teamgenoten Randy wat momentjes worden teruggekeken, kan ik me voorstellen dat jij dat ook hebt gedaan. Want je hebt eigenlijk een doelpunt op je naam dat niet geteld heeft. Maar daar was je niet echt mee eens. Ik heb het nog niet gezien. Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk. Maar blijkbaar stond Verdi hinderlijk bij het spel. Dus ik zal volgende keer zeggen dat hij de andere kant op moet lopen. Dat is een hele droge analyse. Maar als ik dan denk aan het moment zelf, is voor mij de vraag... en misschien, jij als voetballer weet dat beter dan ik. Zo'n keeper, hè, Etienne Vaassen, die gaat dan toch meteen protesteren als dat het geval is. Dat gebeurde niet. Waarom keurt een scheidsrechter dan zo'n goal af? Ja, nee, weet je, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Misschien had ik die laatste nog uit moeten spelen. Dan stond Verdi niet meer in de baan van het schot. Maar ik dacht goal hangen. Je moet het sowieso met Verdi erover hebben, want volgens mij bij die tweede goal is hij degene die ook buitenspel staat voordat Moussaba kan scoren. Ah ja, ja. Ja, nou ja. Het is een echte spits, staat altijd voor de goal, dus op zich doet hij het ook wel goed. Dus ook een keer buitenspel. En laten we het hebben over de goals die wel tellen. Jullie winnen met 2-0. Dat is toch wel een lekkere uitgangspositie voor aanstaande dinsdag? Ja, zeker. We zijn hartstikke blij dat we hier hebben gewonnen. En zeker 2-0 overwinning staat gewoon lekker. Alleen, we hebben gewoon heel veel kansen gemist. Dat is jammer. Ik vind ook dat RKC te veel kansen heeft gekregen eigenlijk. Dus we gaan ons gewoon klaarmaken voor dinsdag. RKC heeft veel kansen gekregen, zeg je. Daarmee zeg je indirect misschien ook wel, dit is nog lang niet gespeeld. Nee, tuurlijk niet. Het is nog lang niet gespeeld. We moeten gewoon de volgende wedstrijd dezelfde strijd gaan leveren. En weer een plan gaan maken om die overwinning die we nu hebben behaald over de streep te trekken. En daar heb ik gewoon volste vertrouwen in. Hoe is het voor jou om deze play-offs te spelen, terwijl je weet dat je volgend jaar het shirt dat je nu aan hebt niet meer draagt? Dat je, gefeliciteerd trouwens, je contract hebt verlengd. Hoe gaat dat voor jou zijn zo vlak voor die zomer? Ik heb hier een hartstikke mooie kans gekregen van NEC. Daar ben ik ze heel dankbaar voor en dat wil ik graag terugbetalen. En
ja, misschien kom ik ze dan wel tegen volgend seizoen. Dat zou gewoon hartstikke leuk zijn. Nog 5 wedstrijden daarvoor? Ja, kijk, we gaan zien. 5 wedstrijdjes knallen, dan lekker op vakantie en volgend seizoen tegen NEC spelen. En Ferdy, even vragen of hij aan de kant wil. Ja, ga ik nog doen. Dankjewel. Alsjeblieft.